Goedemorgen, Nederland. Ik zou van een berichtje inspreken van onze vriend in Nederland. Het is erg mistig daar zo. Nou, bij Ajax ook, heb ik zo in de gaten. Maar ja, we zullen het eens over het voetbal hebben. Het blijft in en in slecht. Het blijft nog steeds het 4-3-3 systeem wat helemaal niet functioneert met deze mensen. We hebben allemaal tweede klasses gekocht en ik blijf erop hameren dat je een tweede klas voetbal krijgt. Er is er niet één die zijn opdracht uitvoert. Er is er niet één die werken wil. Nou, meneer Stijn, ik weet niet hoe u het doet, maar een vuurbom in een reet te steken, dat zal beter wezen met deze contractspelers. Het is verschrikkelijk. En dan nog wat, dan gaan we naar Brighton. Nou, de wedstrijd tegen Brighton, dat moet je dan je hart vasthouden weer. Maar ja, schijnt ook in Engeland niet zo goed te doen. Dus dan hopen we maar weer op een gelijk spelletje. En dat is de verandering hoef je niet te doen. Maar gewoon ga gewoon 5-3-2 spelen, niks aan de hand. Dan heb je het hele gesodemiete niet. Je ziet het godverdomme tegen dat FC Utrecht. Je komt 3-2 voor. Waar moet je nou de punten hebben? In Utrecht of in Amsterdam? Gooi de godverdomme die twee middenvelders eruit. En haal twee verdedigers erbij. Dan ben je klaar. Pot dicht houden jongens en wegwezen uit het Utrecht. En dan gaan we naar Brighton. Nou, daar komen we op terug. Want het is een verschrikkelijk moeilijke wedstrijd. Ik hoop voor Ajax dat ze het dan weer oppakken in deze 3 dagen met trainen. En dat ze dan een beetje de vuur uit de schenen lopen. En dan krijgen we zondag PSV. Nou, dat wordt een zware wedstrijd. Maar ik heb nogmaals een keertje gezegd tegen dat PSV, dat moet je gewoon net zo benaderen als we dat eigenlijk tegen Utrecht hadden moeten benaderen met 5-3-2. Want dan krijg je gewoon vanaf de flanken, zoals die gasten voetballen, geen ene kans. En je bent toch al verliezer, dus laat het dan maar hopen op een gelijkspel. Nou mensen, ik hoop dat hier jullie genoegen hebben. Ik hoop vanuit het zonnige Tenerife dat het net zo zonnig wordt in Nederland. Dus de vriendelijke groeten van Hans de Leeuw. Heerlijk helder. Tot ziens.